stekkerdoosje losgehaald. Nou, de plaat eruit. Toen zag ik deze. Dus ik dacht, een cadeautje voor mij en een cadeautje voor jou. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Dit is lang geleden. Ik sta met een camera in mijn hand. De camera die is gemaakt. En ja, het is lang geleden dat ik de camera zo in mijn hand heb gehad om te vloggen. Maar ja, wel weer leuk. Kijk eens, mooi prachtig zonnetje. Ik ben net thuis. Ik heb examen gehad Nederlands. En nu heb ik ruim 4,5 uur de tijd om iets te doen waar ik al heel lang tegenaan hik. En dat is ons keukenblad. Ik krijg heel veel complimenten over hoe die erbij ligt. Het materiaal, de kleur. En het feit dat hij dus voegen heeft. Dat hij gescheurd is. En dat ik het. Veel mensen zien niet dat ik hem gemaakt heb. Dus dat is al een compliment op zich. Neem niet weg dat ik het heb gevoegd. En dat voegen dat begint een beetje los te raken. Daar hebben we nog een heel stuk wat René heeft geschilderd. Maar dat is nog epoxy. Dus het is het allemaal nog net niet. Nu hebben we nog heel veel epoxy. En we hebben leuke kleurtjes om erin te doen. Het is alleen heel lang geleden. Dus ik moet even de epoxy erbij halen. Om te kijken welke ook weer bij elkaar horen. Want er zijn een paar verschillende. En wat heel belangrijk is, dat ik het blad even schoonmaak. En daarvoor hebben we een stoomapparaatje. Ik ga het even leeghalen en andere kleren aantrekken. Nu gaan we het blad schoonmaken. Het blad is helemaal schoongemaakt. Ik heb alles eraf gehaald, ook eventjes het stekkerdoosje losgehaald. Nou, de plaat eruit. En alle naden heb ik eventjes heel licht geschuurd. En daarna weer even schoongemaakt. En dan hebben we nu de epoxy. Maar ik moet eventjes nog opzoeken wat het nou en hoe precies. Want we hebben dus een deel A en een deel B. En volgens mij is het 2 staat op 1. Oh ja, hier staat het, mengverhouding. Maar iets wat ik al lang niet heb gedaan, is dat handig om even na te lezen, want zoals het zo vaak overkomt, mis ik net één stapje of de kleine lettertjes of iets in die trend. Dus ik ga er even nalezen en daarnaast heb ik dan ook nog microplastics en een soort van, wat was het ook alweer? Katoen volgens mij. Heel fijn katoen om er doorheen te doen, zodat het een soort van plamuur wordt. En dat is dus de bedoeling. De vorige keer toen ik plamuur ging maken, verdween de hele glans uit de epoxy. En dat vonden we niet zo mooi. Dus dat wil ik wel eigenlijk zien te voorkomen. Geen idee of het me lukt. En anders maak ik er gewoon een mooi plaatje van. Ik heb ook nog een etagère in de garage liggen waarvan de onderste etagère kapot is gegaan. Dus dan maken we gewoon een nieuw plateautje. Ik heb nog een klein beetje haast ook. Dus we gaan gauw verder. Wel handig. Ja. Oh ja, ook nog even bij vertellen dat ik de luchtafzuiging heb aangezet op de hoogste stand en mijn handschoentjes aan. Ik vind het echt rete spannend, maar we gaan het eerste stukje aanbrengen. In het ergste geval moeten we alles opschuren en ja, zien we wel mooi.
Zo, nou, klaar. Het is weer niet helemaal zoals ik had gehoopt. En bij het laatste stukje hier werd de hars ineens hard. Wat dat gebeurt dan? Dan is die ineens, wordt die dik en heel heet in je handen. Ja, dus over het algemeen tevreden, totdat ik hier aankwam. Ja, en over het algemeen is dat niet zo'n probleem, dat alles is te fixen. Maar ja, dat is wel een hoop schuurwerk voor de volgende keer. Dus dan ga ik eerst schuren en dan polijsten. Maar goed, het is een work in progress, al anderhalf jaar. Het is nog steeds bruikbaar, dus we mogen niet klagen. En nu gaan we even een bakje koffie zetten en drinken. Twee van het keukenblad. Ja, afwachten. Afwachten. Nee, ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, sommige stukjes van het goud waren mooi, maar sommige stukjes ook niet. Dat zal hier ook wel mee zijn. Ik ben heel benieuwd als je het gaat schuren en daarna weer polijsten, hoe het dan wordt. Ja, ja, je zegt het goed. Het is afwachten. Ja. Het is nog een aardig work in progress. Ja, vooral die hoek daar. Ja. Dat is gewoon echt... Ja, en toen werd hij hard. Het is net een chocoladereep. Ja, het lijkt een beetje op een snikker. Een snikker, ja. Een pindarotje. Ja, het is geen mars. Nee. Nee. Maar goed bezig. Ja, hè? Wel iets wat je weer even hebt opgepakt, zeg maar. Zo is het. En ik heb zwaar gegeten. Even een half uur laten zakken, hoor. Dan gaan we sporten, ja. Nog een half uur. Ja, ik zei net een uur, dus dat is drie kwartier. Ja, als jij vast wil gaan lopen, dan moet je gaan, maar we hebben net gegeten, joh. Ja. Is cute. Jezus. Ja. Mijn horloge die zegt, ik heb maar 10%. Jij of het horloge? Nee, horloge. Dan moet je hem even in de lade leggen. Ja, doe ik even. Doe even. Op de snellader. Nou goed, we staan dus weer vlak voor het weekend. We hebben een druk weekend voor de boeg met verjaardagen, nieuwjaarsrecepties. Hoog in het bezoek uit Tilburg van een vriend die ik echt al jaren niet heb gezien. Leuk, druk, leuk weekend. We hebben lekker gesport, ik heb gewerkt. En we hebben inmiddels Light in the Box, we hebben AliExpress, we hebben Wish... Ja, je kan je toch maar je camera wegknippen. Ja, Light in the Box. Ali, Wish, Primark, wat hebben we nog meer? Next. Ja, is dat ook zo'n... Shine. Shine, ja, die zag ik. Ik wist wel dat er nog eentje zou zijn. En de allernieuwste op de markt, voor ons tenminste, Temu. Ik wilde er eigenlijk niet aan, want ik heb me best wel... een paar keer in mijn vingers gesneden met Ali. Dat je dan denkt van, op de foto ziet het er zo uit. En dan krijg je echt heel wat anders. Of shabby, of ritsen die niet werken. Of dan heb ik laatst dus weer... Dat was echt een ruksite. Niet eens zo'n site, maar gewoon een Nederlandse site. En toffe leren jack. Met allemaal drukkers en zo. En €80 voor betaald. En die drukkers die werken dus bijna niet. Ik heb mijn pluisje in mijn mond. Dus bij het minste geringste wat je doet, gaan al die drukkers los. Oh ja, ja. Echt super vervelend. Maar ja, dus ik doe maar gewoon alsof het zo hoort. Dus ik ga het nu gewoon ownen. En dan hoop ik dat het daar minder frustratie is. Of we brengen hem gewoon naar een kledingmaker en we laten dat die drukkers opzetten. En dan moet hij al die drukkers vervangen. Zijn er te veel dan? Dat zijn er nogal wat, ja. Oh. En dan wordt zo'n jack van €70, €80 toch nog ineens €150. Nou, daar heb ik er niet voor over. Nee. Dat is zonde. Maar, Temu. En aangezien wij dus tegenwoordig... Ik geef jou even de camera. Echte wereldreizigers aan het worden zijn.
dacht ik, citytrips ga je niet altijd met een dikke volgepakte koffer naartoe. En we hebben wel een paar tassen, maar die zijn al best wel oud inmiddels. Wel van Ali ook, daar was ik wel heel blij mee. Die legertas, die hele grote, daar doen we nu de kabels in. En die wat kleinere, maar die is daar is wel wat aan kapot. Dus ik dacht... Zeg maar stop. Oh, ik dacht, je geeft een box. Volgens mij had ik sluimer gedaan. Oh. Zo zag ik deze. Ik dacht, een cadeautje voor mij en een cadeautje voor jou. Die roze? Ja, nee, zwart. Ja. Dit is... Ah ja, die is voor ons. Doe eerst deze. Dit is de hele, hele, hele grote. Denk je? Is de bedoeling. Ja, deze was echt wel 70 liter. Zie je, je kan dan... die kan je er overheen doen dat die waterdicht is. Ik moet nog eventjes deze vast doen. Nou ja, dat doen we straks wel. Ik zeg, Australia, here we come. We gaan backpacken. Daar kan Jesse in. Ja, dat is ook een leuke act inderdaad. En die is wel echt lekker groot. Ja. Voelt wel degelijk. Hij is echt groot. Echo, echo, echo. Weet je dat echo is vernoemd? Nee. Ja. Ja, serieus? Ja, ik weet het. Naar een Griekse god, ja. Nee, een nimf, sorry. Een Griekse nimf. Die hield van praten. Die kreeg ruzie met Hades. Nee, de vrouw van Zeus. Wie was het ook alweer? Hera, volgens mij. Nou ja, dit zijn dus twee dezelfde. Een maatje kleiner. Een leuk printje. Ook allemaal vakjes. Ja. Stoer. En die gaan we dan gebruiken tijdens het lopen. Ja. Ja. Nou ja, Ik weet niet wat je geboekt hebt eigenlijk naar Londen. Daar wil ik een koffer bij. Nee, we hebben alleen maar handbagage. Ja, dus dan kunnen we deze meenemen. En Jesse kan ook zijn eigen handbagage nog meenemen. Ja. Super chill, allemaal vakjes en groot ook. Ritsen zien er ook gewoon stevig uit. Lekker gevoerd. Ja. Deze dat is ook wel handig, zo'n ding aan de voorkant. Vind ik ook altijd fijn. Ja? Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Nou, dat geeft maar extra steun. En daarnaast is het ook minder grijpgevoelig, zeg maar, van ik ruk hem van je rug af. Ja, moet je proberen. Nee, maar dat komt. Er zit er nog één. Ja, dan heb je toch, doordat je hem ook ondersteuning hebt, dan hangt niet alles op je schouders. Dus ja, als het goed is, heb je dan minder, meer body. Ja. Nou, top. Ja, leuk hè? Ja. Looking good. Ja, super blij mee. Ook snel bezorgd eigenlijk. Ja, hoe lang? Sneller dan dat ze beloofd hadden. En ik dacht, ik zag nog iets leuks. Dat doen ze dan niet handig, hè? Dan kies je iets en dan dacht ze... Misschien vind je dit ook wel leuk. Precies. Ja. Deze wordt ook vaak bekeken. Het enige jammere vind ik van Temu is dat ik niet zie... die ziet er heel groot uit. Goed, hè? Ja. Wat zie je niet? Nou, dat je niet gewoon een wensenlijstje kan maken. Je moet alles gelijk in je winkelwagen stoppen. En dan hoef je bij afrekenen natuurlijk niet gelijk alles te kiezen. Maar je kan niet gewoon van, oh, dit vind ik ook wel leuk, dit vind ik leuk. Nee. Niet wat ik gevonden heb in ieder geval. Valt mee. Ja. Alleen deze moeten er dan eventjes doorheen. Maar ik vond hem wel geinig. Ja. Toch? De kwaliteit lijkt alleen een beetje...
Ja, nou ja, wat het verschil. Je ziet op de foto dat je denkt dat is gestikt allemaal, maar het is gewoon een printje. Ja. Dat gaat in afloop van tijd wel. Nou, een kwaliteitje, ja, ik weet niet. Het is een beetje heel shiny, dun. Een beetje glad. Ja, dun. Ja, dat is €13 of zo. Ja. Dus dat mag dan wel. Grappig. Ja. Gewoon een grappig dingetje. Nou, helemaal leuk. Ben je al afgevallen? Ik denk het wel. Nou ja, kan haast niet anders. We hebben niet gesnoed. Ja, één dag in de week doen we een beetje wat lekkers pakken. En we sporten bijna elke dag. Ik ben al 2 keer op mijn fiets naar mijn werk gegaan. Ja. Eten een stuk minder koolhydraten. Ik denk wel dat ik wat afgevallen ben. Ja. Vet. Ik denk ook dat ik wel wat spier ben aangekomen. Jij? Ja, ik zie het wel. Dus. Ja, ik denk wel dat er wat af is. Echt werkelijk geen idee hoeveel, maar ik hoop op 4 kilo. In 1 maand? Dat zou wel, dan zou 1 kilo per week zijn. Eigenlijk is dat misschien te veel. Ja. Maar 2 kilo per maand, dat is echt dat ik denk van, nou, daar komt geen einde aan dan. Na wat ik wil, maar ja. 2-3 kilo mag toch? Ja. We gaan het meemaken in februari. In 3 maanden is al 9 kilo dan, hè? Ik weet niet. In 3 maanden? 2, 4, 6? Nee. Ja, als je het 3 doet. Ja, dan is het in 3 maanden is het dan 9 kilo. Bijna 10 kilo. Ja, dat is waar. Dus, Maar, omdat we zo goed bezig zijn en ik verantwoorde toetjes maak met agavesiroop en erythritol en zo, ja, heb ik een lekkere chocolademousse. Ook wel hemelse modda genoemd. Modda, hemelse modda. Met een gekarameliseerde walnoten karamelsaus. Oké. Nou, ik heb er trek in. Wel gewoon even lekker een bedje met een filmpje erbij. Oké. Toppie. Let's go. Je merkt toch wel dat je niet meer gewend bent. Zo zwaar gelijk, ja. En zoet. En zoet. Lekker? Kijk dan. Doe maar zo. Mooi. Dave is in de house en dit heb ik zo gemist. Lekker muziek maken. Het is woensdag. Ik ga zo meteen weer lekker zwemmen met Jesse. Althans, Jesse gaat zwemmen, krijgt zwemles. Ik ben vandaag vrij. Gisteren school gehad. Lekker rustig dagje vandaag. Ik ben weer aan het kokerellen. Ik heb lekkere kip, sweet chili ketchup. Oh, het ruikt altijd zo lekker. Hup, gelijk lens beslagen. Vanavond krijgen we een visite. Er komt een oud vriendinnetje van René. Die komt eten met een vriend. Die is hier nog nooit geweest. We hebben trouwens hem ook nog nooit ontmoet. Gezellig. Ik ga de kip sweet chili ketchup maken met een couscous. Met lekkere groenten doorheen. Dat moet helemaal goed komen. Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik een nieuwe baan heb vanaf 1 maart. Ook superleuk. Een nieuwe uitdaging. En ondertussen zijn we ook nog een beetje aan het klussen. Niet onwijs veel op het moment. Maar ik heb daar dus... Ik ga even het licht aanpassen. Oh, hij doet het zelf. Ik heb daar, hier... geen strip. En daarboven wel. Dat vind ik heel erg lelijk. Dus dat gaan we nu eventjes oplossen. Door deze even op maat te zagen. Volgens mij heb ik gebeld. Moment. Hey. Hè? Hey. Hey. Dat was raar. Ik denk, ik dacht, ik heb bij de tandarts of zo laks mee iets in mijn mond of iets. Oh ja, dat zou ik nog kunnen. Nee, ik was wat aan het opnemen. Dat was heel gek. Ik zie zo'n heel zwart ding zo. En alleen jou ook. Het
Die moeders. Dat was best een lang gesprek. Ik weet helemaal niet meer wat ik aan het vertellen was. Maar in ieder geval koken. Oh ja, dat stripje. Dus ik heb daar een strip gekocht. 63 centimeter moet ik eventjes op maat zagen. En dan kunnen we hem met kit gewoon vastplakken. Dan beschermt het ook gelijk het uiteinde van het behang. Daarnaast ben ik nog bezig met het blad. En dat is eigenlijk best wel leuk geworden. Want... Dit is dus het nieuwe epoxy wat erop zit. En nou ja, het zal geen glad gestuukt keukenblad worden. Maar dat is op zich niet erg. Alleen wel is nu het meeste opgevuld. En is dat lelijke gele is weg. Dus overal zit nu dit. Nou, dit is niet geschuurd. En dit is wel geschuurd. En dit is dus al helemaal vlak. Dan moet ik eerst alles schuren. En daarvoor heb ik nu even een nieuwe schuurapparaat besteld van Ryobi. Want die ik nu heb is wat te klein. Dus ik wil iets grotere vlakken kunnen schuren. Dan gaan we het polijsten. Dus dat wordt wel heel tof. Ik hoop wel echt dat het lukt. Maar ja, ik was dus hier. Was ik bezig. En ik dacht ineens, wat gebeurt er? Die kan waar het in zat werd ineens heel heet. En toen dacht ik ineens, oh ja, wat was dat ook alweer? Dat is best lang geleden dat ik iets met epoxy had gedaan. En dat was dus het uitharden. Dus binnen 5 minuten werd hij stroperiger en stroperiger. En toen was het ineens allemaal klonten. Maar ik had echt nog een hele bak vol. Dus ik denk, smeer maar gewoon snel en dan zie ik wel. Ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Het is wat het is. Dus, nou... Ja, dat was het voor nu eigenlijk wel. Ik wil lekker het koken en zo meteen Jesse halen. Dus tot strakjes weer. Nou ja, ik zeg tot strakjes, maar kan je natuurlijk ook gewoon mee laten kijken met het maken en op maat snijden van de plint. Dus gaan we dat gewoon doen. Toch net wat meer af, vind je niet? Hi! Hi! Is het leuk je vriendinnetje weer gezien te hebben? Ja, zeker. Je hebt het tussendoor nog wel een keer gezien. Ik ja, heb gewoon... maar heel kort hoor, bij schoolreunie. Oh ja, ik heb ze gewoon 5 jaar niet gezien. Nee. Mijn basisschool best friend. Ja. Ja, dat is heel leuk. Een bijzonder levensverhaal. Ja, altijd weer. Een leuke meid. Leuke vent ja. Ook. Ja, hartstikke gezellig. Dat was gezellig. Lekker gegeten. Morgen is de dag. Morgen is de dag, ja. Het is dus wel zo dat we nu dus precies vanavond niet konden sporten. Ja. Nee, want dat gaat... Weet je wat extra vocht eruit, maar dat gaat het kilootje verschil wel zijn, denk ik. Maar ik heb wel 619 calorieën verbrand vandaag. Hoeveel? 619. 619, waarmee? Nou ja, ik heb toch gewoon gelopen. Ik heb gefietst. Ja. Dus waarschijnlijk daardoor. Ja. Nou, mijn dag is zo gelopen dat ik niet veel heb gelopen. Wat heb jij verder gedaan vandaag? Nou, iets gemaakt? Ik heb zand afgevoerd. Ik heb een stripje geplakt. Ik heb een schuurmachine besteld. Ik heb gekookt. Ik heb de fiets gemaakt. We zijn gaan zwemmen met Jesse. En ik heb te weinig gegeten. Ja, heb ik honger. Ja. Dat is wel een beetje shitty. Ik heb met mijn moeder gebeld. Ik heb een bedrijf gevonden die onze iMac kan upgraden met de SSD. Oké. Hoeft niet meer naar Tilburg. Gunstig geprijsd ook, dus dat is ook leuk. Dat we gewoon normaal met de computer kunnen opstarten. Ja, want dit is echt frustrating as fuck. Het is heel irritant, want het duurt dus een eeuw voordat we iets kunnen maken. Daarom duurt het ook zo lang voordat er weer een nieuwe vlog online komt, want het duurt gewoon een eeuw. Ja, die harddisk is gewoon finito.
Ja. Heb ik begrepen. Ik wist helemaal niet dat het zo kon, maar daar moet gewoon echt een SSD in. Een solid state drive. In plaats van een hard disk drive. Ja. En dan gaat hij echt 12 keer sneller, als het goed is. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, dat moet gewoon. Want ik ga zo niet opnemen. Ik ga zo niet zingen. Ik ga zo niks doen met die computer. Want ik ben daar even mee bezig en dan draai ik me om en dan doe ik mijn boxhandschoenen aan. En dan ga ik rammen op de bal. Want als ik dat niet doe, dan ram ik op de computer. Oh man. Echt niet te doen. Nee. Maar, ik krijg hem allemaal aan. Nee, dat doe ik niet. Ik ga nu even kijken naar mijn strippie. Zo, ik ben moe. Het heeft even geduurd, maar er zit een stripje aan de onderkant. Ja, dan kom je ook niet altijd zo meer tegen dat behang aan, dat je dat behang weer half aftrekt en zo. Inderdaad. Het is nog geen cinnamon, maar we hebben weer wat gedaan. We hebben weer, ja, precies. Ja. Goed bezig. Dus, morgen de day. Ik denk dat we maar gaan afsluiten dan nu. In de volgende vlog, ons gewicht na 1 maand diëten. Ik ben niet meer zo zwanger als vorige maand. Jij bent zwanger in reverse. Ja. Ja. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ja, ik denk dat het... ik ben natuurlijk ook aan het sporten, dus een beetje wat gewicht in spieren erbij. Ik zat volgens mij, ja, laten we zeggen voor het gemak 80. Dat ging een beetje eronder en een beetje erover. Dus ik denk dat ik morgen rond de 77 zit. Ja, dus dat zou 3 kilo eraf zijn. Ja. Dat zou netjes zijn, toch? Dat is, ja. Te kijken. Ja. Oh ja, en zondag heb ik nu een flexdienst staan. Dan ben ik heel vroeg klaar en dan wil mijn moeder graag dat we komen. Op zondag? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik wil het ook daar niet van. In de volgende video gaan jullie zien wat ons gewicht is na 1 maand gezond eten en sporten. Wij zijn zelf echt super benieuwd. Jullie hebben even moeten wachten dus op deze video, want we hebben het heel erg druk gehad, maar ook de computer werkte niet mee. Dus, maar goed, hopelijk vonden jullie dit weer een hele leuke vlog. Video. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Allemaal een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En we zien jou bij de volgende video. Niet vergeten die belletje aan te zetten. Zeker weten, dat belletje weet je wel. Want dan blijf je op de hoogte als er weer een nieuwe video omhoog komt. Omhoog. En abonneren. Oké, tot de volgende video. Ciao. Ciao.